De voedselbank heeft het druk. Dat is misschien nu nog niet te merken, maar binnenkort wel, zegt secretaris Hans Wiertz van de voedselbank Limburg-Zuid. En we zien een lichte stijging. Normaal hebben we in de zomer zien we een kleine daling, maar die daling is er niet ingezet. En we zien nu een lichte stijging. Wij verwachten wel dat het nog meer gaat worden, gezien onze mailbox. Die is langzaamaan stromen die toch vol met nieuwe aanvragen. Wiertz is wel tevreden dat nu meer mensen gebruik kunnen maken van de voedselbank. Zeker wat nu ook zeg maar, de overheid is aan het doen, wat we gisteren hebben begrepen bij Prinsjesdag. Zij hebben, zeg maar, ze komen dan tegemoet in de gestegen kosten. En we moeten even kijken hoe ver dat gaat uitwerken. De voedselbank heeft er een beetje vooruit gelopen en hebben gezegd, we gaan de normen verhogen. Want we zien nu al de schrijnende gevallen eigenlijk. Dus... Ja, maar dat betekent wel dat het drukker wordt bij jullie. Ja, het zal ook drukker worden. En die drukte, die kunnen we ook aan. Maar we maken ons wel hele grote zorgen over de aanlevering van onze voedselproducten. Daar maken we ons echt grote zorgen over. Het wordt steeds minder, want je ziet bij de huidige winkels dat de mensen, bij wijze van spreken, of de bedrijven, die zijn al zelf aan het letten op voedselverspilling. En daardoor komen dus minder producten naar de voedselbank, die het zo hard nodig heeft. Dat zal steeds moeilijker worden, dat merken we nu ook al. Ja, we krijgen minder voedsel als aangeboden, zeg maar, die we gratis krijgen. Dus we zijn lokaal goed aan het kijken of we daar onderling kunnen gaan ruilen met voedselbanken in heel Nederland. Ja, en dat loopt geleidelijk. In Maastricht worden op dit moment wekelijks zo'n 175 voedselpakketten uitgedeeld. En dat zijn dan pakketten. Dat meestal maal twee vermuldigen wij die om het aantal gezinsleden. En dat wordt dus meer? Dat zal meer worden, ja. Ja. We verwachten gewoon meer. Zeker dat nu die norm is gestegen. En als mensen over de brug durven te komen om zich aan te melden bij de voedselbank. Maar de voedselbank kan het aan? Jij kunt het aan, ja.